Hey, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag geef ik je een aantal dumbbell oefeningen voor de kuiten. De oefening is de 3-way calf raise, oftewel in drie richtingen je kuiten omhoog halen of meer je hielen omhoog brengen, laat ik zo stellen. We beginnen de buitenste zijde, rechtdoor en je tenen naar binnen gewezen. Eén van je kuitspieren, de gastrocnemius, die heeft twee koppen. Die alle twee die koppen die hecht aan vanaf ongeveer plus minus je hiel, die wil je even hier voelen, tot onderaan je bovenbeen. En die twee koppen die heten de laterale zijde, latissimus dorsi, wat? Dus laterale zijde en de mediale zijde. Mediale in het midden. En om die zijdes te trainen kunnen we onze tenen naar binnen brengen, zodat we de laterale zijde meer aanspannen. En daarna brengen we onze tenen naar buiten, zodat we de mediale zijde meer aanspannen. En er moet wel gezegd worden dat wanneer ik natuurlijk nu de mediale zijde aanspan, dat je niet alleen maar die kant aanspant. Natuurlijk zal de andere kant ook meewerken, maar je kan wel de nadruk leggen op een van deze kanten. Wanneer je je tenen rechtdoor houdt, zou je in theorie alle twee ongeveer evenveel moeten aanspreken. De oefening zelf, die is lekker makkelijk. Je pakt twee dumbbells, borst, rug, recht en vanaf daar draai je naar buiten, draai je rechtdoor, draai je naar binnen. And that's it. Oefening nummer 2, dat is de seated calf raise. Die kennen heel veel mensen wel. Maar voor de mensen die vaak op mijn kanaal kijken, die weten dat ik altijd net even dat beetje extra wil geven, zodat jij beter kan trainen. De kuiten bevat een aantal spieren en de twee grootste daarvan, dat zijn de soleus en de gastrocnemius. De soleus hecht aan op je onderbeen en de gastrocnemius die hecht aan op je bovenbeen. En dan vraag ik je dat even goed te onthouden, dat de gastrocnemius aanhecht op je bovenbeen. Dus eigenlijk net hieronder. En de soleus eigenlijk net op je onderbeen, net daaronder. Wanneer je al wat langere fitness doet, dan weet je, je wilt in de volledige range of motion trainen. Als ik mijn bicep als voorbeeld neem, dit is de hele range of motion, dus de hele bewegingsuitslag in het Nederlands van mijn bicep. Dit is een halve range of motion. We willen in de hele range of motion trainen, omdat je zoveel mogelijk spiervezels aan wil spreken, omdat je zoveel mogelijk spiervezels groter wil hebben, omdat je gespierder wilt worden. Of je wilt sterker worden en dan wil je dus alsnog zoveel mogelijk spiervezels aan kunnen spreken. Omdat je dan meer spiervezels aan kan spreken, is dus ook meer kracht leveren. Oké, stel je voor, dit elastiek, dat is de gastrocnemius. Dan vraag ik je om dat plaatje weer even voor je te halen. En waarbij ik zei, hij hecht aan op je onderbeen. Dus, hij hecht hier aan. Dit elastiek, zo hier ongeveer plus minus aanhechten, dat is de spier de gastrocnemius. Wanneer ik dus ga zitten en zie het calf raise uitvoeren, zie je wat er gebeurt met de spier? Hij wordt slapper. En dit is dus niet de volledige range of motion van de gastrocnemius. En dit dus wel. Terwijl als wij de soleus hebben, die niet op je bovenbeen aanhecht, maar net hieronder, zo, dan zal het dus niks uitmaken of dat ik zit of dat ik sta. Oftewel, als wij één spier uitschakelen, de gastrocnemius, tenminste uitschakelen, minder laten werken, laat ik het zo zeggen, dan moet mijn soleus dus harder werken om mijn knieën omhoog te krijgen. Dus wanneer we seated calf raises doen, kunnen we de nadruk meer leggen op de soleus in plaats van op de gastrocnemius. De oefening zelf heeft voor de rest weinig instructie nodig. Kwestie van je knieën omhoog brengen. De derde oefening is de squat calf lift. Deze oefening zie je niet heel vaak voorbij komen, maar is wel hartstikke leuk om te doen. Je zet je voeten een stukje breder dan schouderbreedte en je draait je tenen naar buiten toe. Wanneer je beneden bent, ga je eerst op je tenen staan en dan pas kom je omhoog. Een extra tip, houd 1 seconde pauze wanneer je helemaal bent gezakt. Als je dit doet, kun je je concentreren op je tenen en erop letten dat je hier eerst op gaat staan voordat je omhoog komt. Wanneer je dit niet doet, is de kans namelijk best groot dat je alle kracht uit je bovenbenen haalt en zo dus de oefening verkeerd uitvoert. De vierde oefening zijn dumbbell jumps. Dumbbell jumps is precies wat je verwacht, springen met een dumbbell, alleen moet je bij deze oefening wel goed oppassen voor je knieën. Ik voer de dumbbell jumps net zo uit als mijn squats
Ik zak naar beneden totdat mijn bovenbeen parallel is aan de vloer. Ik wil niet te hoog eindigen, ik wil niet te laag eindigen. Het maakt niet super veel uit, je hoeft er niet extreem op te letten. Alleen het is wel een hele handige tip en zo kun je jezelf in een spiegel gewoon goed je houding in de gaten houden en jezelf dus controleren. De standing kettlebell race, de oefening voor de kuit. Iedereen kent deze oefening. Je heeft geen instructie nodig, het is dumbbells beet houden en vanaf hier omhoog komen. Alleen als je goed hebt opgelet bij de seated kettlebell race, dan kan je misschien verwachten wat ik nu ga vertellen. We willen deze oefening op een verhoging doen. Beeld je die gastrok, neem je zo even aan, die zich net boven je knieholte aanlegt. Nu is de gastrok op normale lengte. Nu is hij verkort, omdat ik mijn hiel omhoog breng. Maar we kunnen een beetje vals spelen door mijn tenen omhoog te brengen, oftewel mijn hiel omlaag te brengen. Beeld je in wat er nu met die spier gebeurt. Die spier wordt langer. En wanneer ik nu helemaal omhoog kom, hebben we een grotere range of motion. De spier wordt dus extreem lang en extreem kort. En zo kunnen we dus meer de nadruk leggen op de gastrocnemius. Wil je nou nog meer dumbbelloefeningen zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Daar heb ik een aparte playlist gemaakt met allemaal dumbbelloefeningen, zodat je zelf thuis met je eigen dumbbells kan gaan trainen. Bedankt en tot volgende week!